Oh, hij loopt al, it's running. Okay, hallo. Ja, doet hij het? Is het works. Last. Ja, de stage. Oh, sorry. Like so. Huh? Bij de mensen. Ja, oké. Oké, we zijn hier bij Noordbruist 2013. En ik heb hier Rats and Refs en Kift. Klopt. Wie is Kift en wie is Rats and Refs? Ik ben de Kift. Hij is Rats and Refs. Oh, dat is Rats and Refs. Ja, we doen het dus omgekeerd. Die spiegelbeeld. Oh. Vanwege de camera. Oh, ja. Nou, ik ben van de Kift en hij is van Rats and Refs. Rats and Refs. Ja. Zie je wel. Ja, misschien. Oké. Hoe lang bestaan jullie al en hoe lang werken jullie al samen? Is dat de eerste keer of... Wij, met de Kift bestaan we 25 jaar. Wow. En zo lang? We spelen nu denk ik 5 weken samen met de Rats and Rafts. Oh, ja. Ja, zo lang, ja. Zo, ja. Dit jaar hebben wij ons jubileumjaar. Omdat we dus 25 jaar bestaan. Nou ja, goed. We zijn ooit begonnen zoals de Rats and Rafts. Gewoon met z'n vieren. Ja. Punk gelieerd gezelschap. En nou, ondertussen zijn we iets met iets meer mensen en wat blazers erbij, maar nou ja. Met iets meer, dat was meer dan een stuk of 8. Met de Kift zijn bij we elkaar. Met... Ja, ja, allemaal ja, bij elkaar. Ja, normaal met de Kift zijn we met z'n achten, en, maar we zijn ooit begonnen met z'n vieren. En, ja, je moet ergens beginnen, hè? Ja. Ja. Maar dan, nou ja, ja, je bestaat 25 jaar, je hebt jubileum en hoe lang... Ja, doen jullie 25 jubileum met elkaar vieren? Allebei? Of? Nou, ja, dit is meer een onderdeel van de festiviteiten. Maar het initiatief komt bij hun vandaan. Initiatief is van jullie? Ja. Ja, wij kregen de vraag van Metropolis of dat we iets zouden doen voor hun 25 jaar bestaan. Whites, whites! Jesus. Sorry. Beetje donker, maar gaat nog wel. Ja, gaan we verder. Hebben geen lach. Ja, light. Thank you. Nou zien we weer wat. Ja, gaan we verder. Ja, neem nou eerst maar een slokje. Dus... Ja. Doe dat. Hè. Ja. Oké, okay, gaan we verder. Ja, we hadden via Metropolis de vraag of dat we iets zouden doen voor hun 25-jarig bestaan. Iets met een Rotterdamse band. En toen had ik de Kift gezien op een jubileum tour in een try-out. En toen dacht ik van, zou het niet tof zijn om iets met de Kift te doen? Maar ik was niet zeker van het feit of hun het ook leuk zouden vinden. Dus toen heb ik hun manager ontmoet. En Ferry's broer Marco. En ja, die vond het wel een leuk idee. En zodoende zijn we met elkaar in contact gekomen. Oh ja, ja, ik wou zeggen, hoe zijn jullie samengekomen? Maar door de manager en... Ja, en een bandlid. Hij is ook een bandlid. Hij is Ferry's broer. Dus jouw broer is je manager? Ja, klopt. Jesus, ja. Krijgen jullie nooit ruzie? Nee, we hebben... Disagreement something? Ja. Wat zeg je? Ja, onmenigheid of ergens niet mee eens of... Nee, eigenlijk niet, nee. Nou ja, goed... Iedereen heeft wel zijn ruzie natuurlijk, maar ja, nee, ik heb eigenlijk nooit... Marco, mijn broer, onze manager, is een heel easygoing, om dat woord maar eens te gebruiken, persoon. Dus, ja, nou, gewoon de perfecte manager. En familie en zo, ja, dat is ja, dichtbij. Ja, normaal is mijn moeder erbij, maar die moet nu bij me oppassen, samen met mijn vader. Mijn vader is er ook altijd bij, die speelt eigenlijk trompet bij ons. Maar die moeten vanavond oppassen bij Marco, want Marco heeft een bruiloft. Oh ja, en hij heeft kinderen. Hij heeft 3 kinderen, ja. En daar moet op gepast worden. Dus daarom zijn we met de familie is wat kleiner afgevaardigd. Maar daarentegen was mijn neef vandaag wel, en dat is de gitarist. Ah ja, oké. Okay. Nou, daar ben ik helemaal op de hoogte. Ja, waar treden jullie op? Waar? Festivals en... Ja, overal nergens...
cafés, evenementen of Metropolis, dat ook? Ook inderdaad, samen met de Kifters ook. Dus zalen, cafés. Doe je alles met... Okay. Doe je alles met festivals, doe je die met de Kift of soms alleen? Of? Als de vraag is of we het met de Kift doen, dan doen we dat. Dit is het tweede festival dat we doen. Dus, doe je ook een verjaardag? Sorry? Verjaardag, doen jullie ook? Ja. Verjaardag? Hangt er vanaf. Ja, de band. Wie er jarig is. Ook belangrijk, hè? Als Ferry jarig is, dan weet ik het niet. Round-up. Oké. Je bent net jarig geweest. Natuurlijk. Ja, ik ben net jarig geweest. Dus die vraag die blijft nog eventjes de plank. Jij kent ons niet. Ik zie aan jou dat je ook wel al 25 jaar wel zeg maar in de buurt bent. Mm-hmm. Maar kom je uit Rotterdam of niet? Ja, ik woon in Rotterdam. En 25 jaar geleden ook al? Maar voor muziek hou je dan? Huh? Voor muziek hou je? Rock en country. Country en rock, ja. Mm-hmm. Ja. Muziek ook wel. 25 jaar geleden speelden we voor het eerst in Rotterdam in de Jazzbunker. Zeg maar, wat is het daar? Dat is bij de boompjes is het daar, heet het toch? Ja, is geworden. Ja, dat zou je moeten kennen dan, of niet? Nee, de Jazzbunker. Dat is naast, werd dat later Waterfront. Maar dat zijn een beetje onze roots in Rotterdam. In Rotterdam. En je had een kraakpand op een gegeven moment ook hier, daar hebben we ook nog eens gespeeld. We zijn begonnen in de hoogtijdagen van de kraak, van de kraaktijd. Ja. Dus, ja. Round it up, oké. Ja, oké. Waar gaan jullie nu naartoe? Website is erg belangrijk. Website. Ja, doe maar de website is www.dekift.nl. www.dekift.nl, nou jij. www.ratsonrafts.com. Ja, een beetje lang, maar... Ja, is wel uit te komen, hè? Ja. Website, ja, we moeten naar huis. Wat gaan jullie doen? Ook naar huis? Ja, tuurlijk. Ja, het is gebeurd. Het is gebeurd hier, toch? Ja, zijn jullie morgen ook, toch? Nee, wij komen in de Zaanstreek. Morgen zijn we er niet, nee. Morgen is Whalen hier. En Betty ze veert. Ja. Dus doe ze de groeten. Oké. Ja, thank you. De Whalen de groeten. Oké, website. Hou je maar. Kill it. Hey, dankjewel. Oké, dankjewel. Ja, just a minute. Bye.